Mag ik even uw aandacht voor het volgende? Ik verzoek u allen indien mogelijk even te gaan staan. Vanaf maart, jongsleden, mocht er door de coronamaatregelen niet meer gevoetbald worden op ons sportpark. En hebben wij als club op afstand afscheid moeten nemen van 5 personen. In deze eerste thuiswedstrijd van de VV Nunspeet willen we heel graag hun namen noemen. Arie Westhuis, overleden op 23 maart 2020 in de leeftijd van 76 jaar. Hij is vanaf 2008 lid bij de VV Nunspeet geweest en heeft heel veel betekend voor de onderhoudsgroep in kleedkamer 4. Arie, wat missen we jou al op het sportpark. 6 dagen in de week was je hier te vinden en voor de VV Nunspeet bezig met onder andere onderhoudmaterialen, velden en ballen. Je was een man met een echt blauw-geel hart, ook toen je gezondheid steeds minder werd. Je probeerde altijd nog even te komen. Johan Oebe, overleden op 3 april 2020 in de leeftijd van 87. Hij is vanaf 2009 lid van de Nunspeet en heeft ook heel veel betekend bij de onderhoudsgroep van kleedkamer 4. Johan, je was de laatste jaren niet meer actief bij de onderhoudsgroep op ons sportpark, mede gezien door je hoge leeftijd en afnemende gezondheid. Tot voor een paar jaar terug heb je heel veel in het onderhoud gedaan. Meestal op de groene zitgrasmaaier en je was heel handig in de technische klusjes. Later zorgde jij ervoor dat de koffie op tijd klaar was en andere dingen. Je was altijd een vriendelijke man. Het was gezellig om een praatje met jou te maken. En ook jij had een blauw-geel hart. Als derde, Lisa Kelly van Assen. Overleden op 31 mei 2020 op de leeftijd van 20 jaar. Je was vanaf het 9e jaar lid al bij VV Nunspeet. Bij de meisjesteam heb je altijd je mannetje gestaan. En je droeg ook de kleuren blauw-geel met veel plezier. Je wist ook niet beter, want jullie hele gezin was lid van VV Nunspeet. Je vader was leider, je moeder hielp bij de kleding. Je opa trainde bij het G-team. En je broer speelt nog steeds en is zelfs trainer bij meisjes onder 10. Helaas moest je om medische redenen afscheid nemen bij ons. En kregen we op 31 mei, jongsleden, te horen van jouw verdrietige familie dat je was overleden. Dit bracht een grote schok teweeg in de vereniging. Ook bij de meisjesteams en de spelers van toen. Lieve Lisa Kelly, we willen je blijven herinneren als een goedlachse voetballende meid. We hopen dat je daarboven de rust hebt gevonden waar je zo naar op zoek was. Theo van Nieuwenhuizen, overleden op 6 juni 2020, de leeftijd van 79 jaar. Theo was sinds 1967 lid van de VV Nunspeet en hij heeft diverse functies uitgeoefend. Onder andere trainer, penningmeester, 30 jaar secretaris, ledenadministrateur, lid onderhoudsgroep, lid onderscheidingscommissie en op het laatst onze adviseur. De voetbalvereniging Nunspeet is Theo veel dank verschuldigd voor alles wat hij heeft gedaan. En in 2005 is hij benoemd tot erelid. De KNVB heeft hem hier ook voor beloond met de Gouden Speld en lid van verdiensten en de gemeente Nunspeet zelfs met de erepenning. Dit verlies is voor ons ook nog steeds niet te bevatten. Je was een persoon met aandacht voor de mens, had een blauw-geel hart, zeer betrokken bij de VV Nunspeet, altijd aanwezig, bereid te helpen en advies te geven waar nodig. We missen je enorm op ons sportpark. Een in memoriam hebben we van jou opgenomen in onze nieuwe presentatiegids, waarvan zojuist het eerste exemplaar is uitgereikt. 2 dagen na het overlijden van Theo, opnieuw een overlijden bij de voetbalvereniging Nunspeet. Margaret Vierhout-Dekker, overleden op 8 juni 2020 op de leeftijd van 47 jaar. Gezond van huis gegaan en tijdens een fietstochtje werd zij plotseling onwel en overleed later in het ziekenhuis. Niet te beschrijven wat dat voor de familie met 3 jonge kinderen betekende. Alle 3 de kinderen zijn Lotte, Sven en Jesse, zijn juichlid bij VV Nunspeet. En dit had bij de VVN ouders, spelers, begeleiding veel impact. Margaret was altijd de wedstrijden aanwezig.
bij de damesavonden van de businessclub en een hele trouwe supporter van alle wedstrijden. Zij wordt ook bij VV Nunspeet langs de lijn. Heel erg gemist. 5 namen heb ik genoemd. 5 families zijn nu in grote getale aanwezig op ons sportpark om hun dierbaren te herdenken. We zijn blij dat nu wel hun namen genoemd kunnen worden. Bestuur en leden wensen u allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Dan vraag ik u nu 1 minuut stilte in acht te nemen, waarna het Nunspeetlied Vecht voor je kleuren, Nunspeet blauw en geel, gespeeld gaat worden. Dank u wel.